Het fenomeen kindermisbruik en kindermishandeling dient meer aandacht te krijgen van de gemeenschap, maar ook van de beleidsmakers. Afgelopen zaterdag is er vanaf het Onafhankelijkheidsplein een stille loop gehouden om aandacht te vragen voor de recente gevallen van kindermisbruik en kindermishandeling. Initiatiefnemer Marina Pinas geeft aan dat dit fenomeen dringende aandacht behoeft voordat het ergere vormen aanneemt. Bij de loop, maar ook online, konden burgers een petitie tekenen die afgelopen zaterdag is overhandigd aan de onderdirecteur Algemeen Beheer van het ministerie van Justitie en Politie, Kenneth Pinas. De onderstaande punten wensen wij zo gauw mogelijk gerealiseerd te hebben. Het stoppen van geweld tegen kinderen, het stoppen van kindermisbruik, het terugdringen van geweld en elke vorm van dwang om kinderen het zwijgen op te leggen bij misbruik. Het creëren van veilige leef- en woonomstandigheden van kinderen. Het middels wet opleggen van zwaardere straffen aan hen die zich vergrijpen aan kinderen. Het onmiddellijk mogelijk maken dat via het onderwijs een programma wordt geïmplementeerd die kinderen een stem geeft en de ruimte biedt om dit soort excessen te melden, maar hen vooral bescherming biedt om vrij en vertrouwelijk deze informatie te delen met onder andere onderwijsgevenden. Het onmiddellijk wederopstarten van het informatief programma Jeugdinfo via het ministerie van Justitie en Politie, waarbij in samenwerking met het Openbaar Ministerie doelgerichte programma's worden gepresenteerd die een schrik-effect teweeg moet brengen bij de daders. Het werken aan het verhogen en bewaken van de normen en waarden in de samenleving. Kenneth Pinas, die de petitie in ontvangst nam voor minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, gaf de garantie dat het ministerie zich zal inzetten om het misbruik van jonge kinderen tegen te gaan. Ik hoop jullie uit te nodigen misschien om samen met de minister te zitten en te kijken aan wat voor oplossingen er gewerkt kan worden om voor oplossingen te zorgen. Dat wens ik jullie dan mee te geven. Hoor, en de minister zal zeker goede nota nemen van datgene wat u hierin heeft vervat. De petitie is vandaag ook overhandigd aan de Nationale Assemblee.